Geert heeft ons aangeraakt geschreven. Ik ben Marieke van der Pol. Ik ben de schrijfster van Bruidsvlucht, waar ook de film Bride Flight van is gemaakt. En ik vrees dat ik de oudste van het stel ben. Ik ben Rick Lansbach. Ik heb een boek geschreven dat heet 1953. Dat is verfilmd als De Storm. En tot een minuut geleden dacht ik dat ik de jongste was hier, maar dat is niet zo, helaas. Ja, er zijn van die drama's in dit leven. Dan een grote dag. Ja, dat is inderdaad mijn naam. Ik heb Zoetermond geschreven als laatste boek. Goed. Rick, hoe is dit boek tot stand gekomen? Gewoon even praktisch nog. Hoe schreef je het? Nou, ik heb ooit eens een keer in een televisie-interview de onvergetelijke fout gemaakt door te zeggen van... Het kwam uit de lucht in je schoot vallen. Dat was zo'n mooie zin. En toen kwam ik, dat was in Amsterdam, en toen kwam ik thuis. En toen heb ik de hele, of een groot deel van de nacht ruzie moeten maken met mijn vrouw. Die volkomen terecht zei, hoe kan je dat nou toch zeggen? Want het was mijn idee. Wat ik vaak doe als ik bijvoorbeeld met het schrijven van filmscenario's, wat eigenlijk mijn oorspronkelijke vak is natuurlijk. Als ik even niet weet hoe ik een scène wil schrijven, dan ga ik niet achter de computer, maar dan ga ik mezelf voor de gek houden. Dan ga ik op mijn kleed liggen met een blok en met een beetje zitten schetsen, weet je wel. Alsof het niet echt is. En dat werkt het beste. Dan krijg je een soort van vrijhaven dan eigenlijk. Ja. Ik heb heel lang geprobeerd om een boek te schrijven en dat lukte steeds niet. En dan moest ik voor mezelf een heel groot schema maken en was een half uur bezig. En dan dacht ik, ja, en dan? En hier had ik... jarenlang aantekeningen gemaakt en gedacht, ik heb een paar goede scènes en ik begin met het eind. Dat schrijf ik eerst op en dan weet ik tenminste waar ik heen ga. Ja. Nou is er in literair Nederland een gerucht en dat wordt wel het gerucht van de 6000 gele plakkertjes genoemd. Er zou een man zijn die een boek dat Gewassen Vlees heeft geschreven. En die man, weet je, man, klein typetje, zou aan wand in zijn werkkamer 6000 van die gele stickertjes hebben hangen waarop allemaal stukjes van dat boek staat. En die zou daar dan jarenlang heen en weer lopen voor die wand, voortdurend gele stickertjes verplaatsend, tot de ultieme compositie van dat boek gereed is. En dan hoeft hij het alleen nog maar even te schrijven. Dat is het gerucht met Thomas Rozenboom. Klopt het? Ja. Alleen wat je zegt, dat je dan alleen nog maar hoeft te schrijven, dat is natuurlijk niet zo. Het is wel waar dat ik, om zo te zeggen, ik weet hoe negatief het klinkt, met voorbedachte raden te werk ga. Dus ik ontwerp het zoveel mogelijk. Maar dat is gewoon, ja, omdat het voor mij het makkelijkste is. Tijd voor ons.